I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Dag lieve patatties, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sergio en Jesse Silver zit lekker achterin. En ik ben uit quarantaine, René zit nog lekker thuis. En ik dacht, voordat de hele shebang weer op lockdown gaat, ga ik nog eventjes snel naar oma in Tilburg. Want je hoort elke dag op het nieuws dat er meer besmettingen zijn en mogelijk meer maatregelen. Dus ik ben maar eventjes snel naar Tilburg gegaan en we gaan lekker naar binnen. Nou versta je hem dan. Wat is dat, zegt hij. Wat is dat? Dit dat? Wat is dat? Dat is boodschappen. Geef hem eens een kusje. Wat is dat? Kom maar een kusje. Eerst kusje. Eerst kusje hoor. Nou. Dat is een chippie. Wil je een chippie? Scherp. Ja, luister een keer. Na gisteren een hele gezellige dag te hebben gehad bij mijn moeder, is het vandaag weer maandag. Ik ga zo meteen een leuke vlog voor jullie maken. Maar deze week kan niet beter, want mijn operatie is vervroegd na deze week. Dus een weekje vroeger. En deze week gaat alles nog door en volgende week is alles onzeker. Is wel met corona natuurlijk. Dus ik ben helemaal hyper en super blij en ik kan gewoon niet wachten. Nog twee nachten slapen en dan is het gewoon zover. Gisteren zat je nog de hele tijd. Nog één week, Poepie. Nog één week. Terwijl het anderhalve week was. En nou ineens, wat boem, is het overmorgen al. Nou is het gewoon ineens overmorgen. En ik ga naar Nier de Graaf in Delft en dan Super fijn dat ze aan jou dachten. Ja, ook dat inderdaad. Was een uitvaller. En zei ze, ja, ik kan me jou nog herinneren. Je was super enthousiast en je wilde heel graag geholpen worden. Dus ik dacht meteen aan jou. Dus, dankjewel en wordt vervolgd. Ja, René is weg en ik ben alleen thuis om zo meteen de mensen op te vangen voor onze allereerste bezichtiging. René was wat nerveus. Die heeft aardig de best gedaan om het huis helemaal spik en span te houden. Dat is een vrij lastige opgave, aangezien Jesse lekker rondloopt met zijn handen overal aan zit en zo. Dus ja, dat hoort er natuurlijk allemaal bij. René die is ergens voor aan het wandelen met de honden en die appte al dat ze er volgens mij zijn. Dus ik verwacht ze elk moment. Ik heb mijn mondkapje klaarstaan. Ik heb lekker brood in de oven. Want dat ruikt natuurlijk super lekker. Ik ben even de sfeer aan het maken. Ja. En we hadden een bakje. Nou, ik vertel het zo meteen wel. Nou, ik denk misschien is het heet. 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 Het licht dat balkon moet naar uit, schat. Doe ik wel even ja. Ja, de eventjes dan anders. Ja, kunnen we even opgaan. Dus ze zijn geweest en het ging goed. Het ging lekker snel, vlotjes, leuke mensen en ze vonden de woning heel erg sfeervol en ze gingen in conclave. Dus het is even spannend, even afwachten. Nou, het waren pas de eerste mensen die kwamen kijken, dus ze vonden dat jij niet weg had hoeven. Nee. Dus ik keek uit het raam voor, toen zag ze René voorbij en zei, oh, volgens mij is ze dat. Ja, dat klopt. En toen gingen we naar buiten en toen liep René daar beneden en toen zei, oh, volgens mij is ze daar weer. Ik zei, ja. Ik zei, René, kom er maar bij. Toen ik even kennis heb kunnen maken met ze. Ja. Ja, dat was wel leuk. Ja. En ze vonden het, ze waren heel enthousiast. Dus, en ook wel goed dat ze niet weg hoefden waar ze nu zitten, maar weg willen. Ja. Door de buurt. Dus, en buren. Ja. Ja. Dus, dat kan echt je leefgenot vergallen, zeg maar. Ja. Oh. En de batterij is leeg. Dus wij gaan nu lekker relax muziekje op de slaapkamer zetten. En eventjes gewoon hoofd leeg naar het plafond kijken. En dan een beetje kletsen. En een beetje ketsen. En dan gaan we gewoon en morgen weer werken.
Dus wat rusten. En vandaag is een hele grote dag. Ik ga naar het ziekenhuis, want ik word geopereerd. Els die rijdt nu voor om mij op te halen. Ik heb mijn mondkapje al op. Ik mag helaas niet mee. Nee, je mag helaas gewoon nog niet mee. Gelukkig is mama. Kijk eens, oma. Nou, ik ga maar snel. Succes, papie. Succes. Dankjewel. App, hè? Tuurlijk. Kom maar aan! Ik ben gelukkig helemaal niet zenuwachtig. Ja, ik heb hier natuurlijk zo lang op gewacht. En nu gaat het gewoon gebeuren. Super lief. Here we go. Hey, herriemaker! Is je aan het zwaaien? Doei! Moet ik rijden? Ja. Is oké. Okay. Jij weet waar het is. Nou, Google weet vooral waar het is. Oh, jij weet. Zo, we zijn bij de voorkant van het ziekenhuis. En ik herinner het me al niet, maar dat komt omdat ik de vorige keer in Voorburg was en niet hier. Dus we gaan snel naar binnen, want het is een beetje koud buiten. Doe je ding. Ja? Ja, ik word er helemaal zenuwachtig van. Nee, dat moet je niet doen. En iedereen heeft toch mondkapjes op, dus niemand te herkennen. Nou, dan moet je wel even met zo'n, hoe noem je dat, zo'n, als je een bord gaat over de hal of zo, hoe noem je dat? Ja, bivak. Een bivakmuts. Ik heb het hier. 37,3. En waar gaan ze zo meteen het infuus aanleggen, weet je dat? Ze kijken als eerst op je hand of op je onderarm. Ja, maar net waar ze een mooi vat kunnen vinden. Ja, gisteren lukte het niet. Ik moest nog bloed prikken voor titerbepaling. Voor ja. Vaccinaties. Bij de derde ging het pas goed. Toen moest de dokter komen. Maar dat hier was kon beneden, ze, hier beneden kon bij het lab. Vinden. Sorry? Dat was beneden bij het lab. Nee, dat was bij Zorg van de Zaak. Dat was voor mijn werk. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, hier op de voorbereidingskamer prikken ze heel veel. Dus ja, mocht het echt lastig zijn, dan kunnen ze ook een arts erbij vragen. Ja. Maar ze zullen eerst gewoon kijken. Waar ze hebben trucjes ook om je vaten wat beter zichtbaar te krijgen. Ja, ze kijken het liefst eerst op je hand of op je onderarm. Eventueel in je elleboogplooi, maar liever niet, want dan zit die de knel. Misschien minder goed toegankelijk. Nou, super. Het kan zijn dat het wat minder zichtbaar is ook door je tatoeages is, maar... Ja, ik weet niet. Tikken, kloppen. Ja, een beetje warm maken, wrijven. Zo, nou, ik lig inmiddels op de kamer. Die is vrij leeg. Het is nu 1:30 en over een uurtje zijn ze als het goed is aan het opereren. En ik mag verder niet meer, of ja, mag niet. Ik mag filmen mezelf en zo, maar ja, lekker boeiend. Ik kan nu niet veel meer filmen. Mijn piercings moeten nog uit zo meteen. En dan kom ik bij jullie terug na de operatie. En dan hopelijk voelt het allemaal goed. En ik weet trouwens nog niet of ik wel of niet mag praten. Dus dat gaan we eventjes afwachten. Spannend. Ik ben kapot nerveus. Maar ik ben lekker aan het appen met René. Dus dat komt helemaal goed. En een beetje tv kijken. Want dat gaat lekker handig met Ziggo. Dus ik vermaak me wel. En tot strakjes. Zo, ik ben inmiddels thuis. Misschien moeten we wel eventjes Jane the Virgin afzetten. Bah. Ben je aan het doen? Bah. Bah. Ik ben inmiddels thuis. En ik voel me gewoon prima, hartstikke goed. Het is een beetje ruw allemaal, dus ik weet nog niet hoe het gaat zijn.
Maar nou ja, ik heb verder nergens last van. En nu gaan we lekker eten bestellen, want ik heb wel heel erg honger. Ik vind het wel een beetje hees. Ja, dat komt ook door die, die intubatie natuurlijk. En we krijgen ook nog wel behoorlijk wat slijm van, dus ja, het moet ook allemaal nog vormen. Dus dat moeten we gewoon eventjes de tijd gunnen en ik merk ook dat de tonatie een beetje lastig is. Dus we gaan het gewoon de tijd gunnen en ik hou jullie op de hoogte, hoe het gaat, hoe het voelt. En over 2 weken moet ik op controle komen. Tot die tijd. Ik heb je gewaarschuwd. Ik heb je gewaarschuwd. Dus wat eten op de. Is hij aan het eten gesteld? Ja, hij is nog steeds alles aan het oplikken. René heeft wat eten laten vallen. En Mojo is alles aan het oplikken. En ik zei al: pas op, want hij gaat kotsen. Ik heb nog van alles. Ja, zo is het. Dus we gaan sushi bestellen en we gaan Surinaams bestellen. Gewoon omdat het kan. Ja. Dankjewel voor je steun. Graag gedaan. Heb je al laten zien wat je van Jesse Silver hebt gekregen? Nee, dat was ook super lief. Ik kwam binnen en... En ik ben onscherp, ja. Ik kwam binnen en hij riep de hele tijd papa, 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 papa. Ja. Hè? Dat was wel echt super leuk. En toen kreeg ik dit. Liefste papa, hopelijk heeft de operatie geholpen. Dan kunnen we dadelijk samen zingen. En voor mij een slaapliedje zingen. En ben je weer heel erg blij. En kunnen we dadelijk naar jouw concert in de Ziggo Dome komen. Heel veel beterschap. Ik hou van jou. Jesse Silver. Met allemaal kusjes. Lieve. Heb je al beslist? Nee. Heb je al gekozen? Nee. Hey Boef. Boevenmans. Hey. Boevenmans. Hey. Boevenmans. Hey. Hey Boevenmans. Ik denk dat we met kippenbouw. Zo, oh, daar zitten we weer lekker aan tafel. Hé? Hey? Nou, het is de dag na de operatie en ik heb nog wel veel slijm. Ik heb hier en daar een liedje proberen te zingen, een beetje ontspannen. Gaat wel een beetje, maar het is nog niet... Het is ook allemaal nog niet genezen en zo. Het moet sowieso een paar dagen duurt het voordat alles een beetje op zijn plek zit. Ik heb vandaag een heerlijke varkensprocureur in de airfryer gedaan. En bijna 5 uur lang slowcook, 100 graden. Heerlijk zacht, mals. Heel een stukje vlees. Echt heel erg lekker inderdaad. En Jesse die eet voortaan ook gewoon zo'n bordje en een vorkje. En hij prikt lekker zelf. Hè? Ja. Super lekker hè. Lekker eten? Nee. Nee? Oh. Nou, inmiddels is dus ook de horeca dicht. En zijn alle mensen druk bezig met overleven. En zo heb ik dus ook een vriend van mij, die heeft een eethuis in Brabant. En wel in Kaam. Zo. In Kaam? Kaam. In Kaam. Het Brabants eethuis, zo heet het ook. En hij heeft een keer is hij viral gegaan met een meter kapsalon. Even een keer googlen of zo, superleuk. En ook nu heeft hij weer een heel leuk idee. En we zijn ook terug bezig met de uitvoering en een beetje routeplan maken van een soort draaiboek van wat we van plan zijn. Waarom leg jij alles naast je bord? Doe maar niet. En waarschijnlijk gaat er volgende week iets leuks gebeuren. Nou, ik ga nog niks vertellen, want ik weet ook helemaal niet of het gaat lukken volgende week en hoe en wat. Het heeft in ieder geval met muziek te maken, meer vertel ik niet. Nou, we gaan lekker verder eten. Ik hou jullie op de hoogte.
Wat zeg je? Ik eet elke avond in het restaurant. Ah, nee, eet elke avond in het restaurant. Nou, dat zijn veren die stop ik erbij. En nou ja, dat was het wel eens een beetje, denk ik. Ik hou jullie op de hoogte wat betreft mijn stem. En al het andere leuke dat we aan het doen zijn. En dan zeggen wij voor nu een smakelijk eten en een hele fijne dag. Tot de volgende keer. Ciao, 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 ciao.